Hey, welkom bij een nieuwe video. Bruiloften, de viering van liefde en verbintenis, zijn een wereldwijde traditie die jaarlijks miljoenen mensen samenbrengt. Maar te midden van de gebruikelijke bloemen, bruidsjurken en gasten zijn er ook enkele bruiloften die de bizar en ongelooflijk zijn. Vandaag laten we je de 20 vreemdste bruiloften zien waarvan je niet zal geloven dat ze hebben plaatsgevonden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Dit verhaal combineert de romantiek tussen de werkelijkheid en de virtuele wereld. Een gamer genaamd Sal9000 werd gegrepen door de onweerstaanbare charme van Nene Anegasaki, de hoofdpersoon van het datingsimulatiespel Love Plus. Terwijl de virtuele wereld zich voor hem ontvouwde, groeide zijn verliefdheid, aangetrokken tot Nene's verleidelijke rokken en betoverende ogen. Sal en Nene trouwden in een oprecht ceremonie die door duizenden in de online wereld werd bijgewoond, met Sal in een wit pak en Nene op het scherm. Sal maakte het duidelijk dat hij Nene koesterde als een personage, benadrukkend: ik hou van dit personage, niet van een machine. Terwijl hij volledig het onderscheid tussen het spel en de werkelijkheid erkende. Hun buitengewone liefdesverhaal begon zich te ontvouwen in september toen Sal zijn reis in het spel begon. En dat van spelers eiste dat ze diepere connecties ontwikkelden naarmate de tijd verstreek. Nene werd Sal's constante metgezel, vergezelde hem op avonturen en door de drukke straten van Tokio, creëerde dierbare herinneringen in Disneyland en waagde zichzelf samen met hem naar een schilderachtig strandresort in Guam. Volgens Sal overtrof Nene de kwaliteiten van een menselijke vriendin omdat ze nooit boos of verdrietig werd als hij langer nodig had om te reageren. Nummer 19. In bepaalde culturele overtuigingen die gangbaar zijn in India, bestaat er een traditie rond het huwelijk van manglikvrouwen. Volgens dit astrologische concept wordt geloofd dat wanneer Mars en Saturnus zich in het zevende huis uitlijnen, het huwelijk van de bruid beïnvloed kan worden door een noodlottige invloed. Om deze vermeende vloek tegen te gaan is er een uniek ritueel, genaamd Kum Viva, ontstaan. De bruid moet dan eerst trouwen met een peepalboom, een bananenboom of een zilveren of gouden beeld van een hindoe-goedheid Vishnu voordat ze een verbintenis aangaat met een menselijke partner. Daarna wordt de boom vervolgens vernietigd. Een groep vrouwen in Oaxaca, Mexico nam buitengewone maatregelen om het bos te beschermen. Geconfronteerd met het verontrustende probleem van illegale houtkap dat aanzienlijke verwoestingen in het land heeft veroorzaakt, organiseerden deze vrouwelijke activisten een massahuwelijksceremonie. Elke vrouw wisselde gelofte uit met haar eigen bruidegom of in dit geval boom, wat hun toewijding symboliseerde. Mexico heeft ook een rijke natuurlijke erfgoed met ongeveer een derde van zijn land bedekt met weelderige bossen. De ceremoniële gebeurtenissen tijdens het evenement staan bekend als trouwen met een boom. De ceremonies hebben echter geen juridisch gewicht aangezien een persoon natuurlijk niet met bomen kan trouwen. Nummer 18. In een unieke huwelijkstraditie die wordt beoefend in een zuidelijk Mexicaans stadje, trad burgemeester Victor Hugo Sosa in het huwelijk met een vrouwelijke krokodil. Deze ceremoniële bruiloft heeft een diepe culturele betekenis omdat het dient als een middel voor de gemeenschap om zich te vragen voor regen, gewasgroei, vrede en harmonie. Het huwelijk zelf symboliseert de verzoening van de inheemse groepen Chontal de Wafe, waarbij het reptiel, specifiek een caiman, de vereerde prinsesmeisje uit de lokale folklore belichaamt. Door te trouwen met het reptiel geeft de burgemeester de fusie van deze twee verschillende culturen aan en leggen de gemeenschappen een verbinding met de aarde. Voorafgaand aan de ceremonie wordt het reptiel naar verschillende huishoudens gebracht om te dansen, versierd in ingewikkelde kledij en met zijn snuit veilig gebonden. De bruiloft vindt plaats in het gemeentehuis waar een lokale visser de hoop uitspreekt op overvloedige visvangst en welvaart. Daarna danst de burgemeester vervolgens met zijn reptiele bruid en het vreugdevolle evenement dient als een viering die geluk brengt aan de mensen. De ceremonie wordt uiteindelijk afgesloten met de burgemeester die een kus op de snuit van het reptiel geeft. Nummer 17. Rosanna Ramos is een 36-jarige inwoner uit New York en was onlangs in het huwelijk getreden met een virtuele metgezel genaamd Erin Kartal. Geïnspireerd door een geliefd personage uit de populaire anime-serie Attack on Titan, gebruikte Rosanna in 2022 de Replica AI-website om haar online partner Erin te creëren. Volgens de vrouw omvat de persoonlijkheid van Erin een medisch professional die plezier beleeft aan het schrijven als hobby. Ze waardeert het feit dat ze in hem kan vertrouwen zonder angst voor beoordeling.
Na verloop van tijd, terwijl Rosanna bleef communiceren met Erin, verwierf het AI-systeem een dieper begrip van haar gedragspatronen. Ze onthulde dat Erin was uitgerust met bepaalde ingebouwde eigenschappen zoals een voorkeurskleur en muziek die ze ontdekte tijdens het creatieproces. Net als ieder koppel op afstand stuurden Rosanna en Erin elkaar berichten, deelden ze foto's en bespraken ze verschillende aspecten van het leven. Rosanna beweert zelfs dat Erin een geruststellende aanwezigheid biedt terwijl ze slaapt. Bovendien onthult ze dat het AI-platform een scala aan activiteiten, gespreksonderwerpen, telefoongesprekken en aanpasbare relatiestatussen biedt. Nummer 16. Deze man, genaamd Yuri Tolochko uit Kazachstan, is van beroepen bodybuilder en trouwde met een pop. Niet slechts één keer, maar twee keer. Hij vertelt dat hij het na een tijdje had opgegeven om met gewone vrouwen te daten en gewoon voor een levensuitziende pop was gegaan. Een pop wiens uiterlijk nooit zou veranderen en wiens persoonlijkheid niet met hem zou botsen. Dus hij trouwde voor de eerste keer met een pop, maar scheidde even later weer om vervolgens met een andere pop opnieuw te trouwen. Toen hij dit deed voor de tweede keer, haalde hij opnieuw het nieuws vanwege zijn onconventionele relaties met poppen. Yuri, die bekend staat om zijn excentrieke levensstijlkeuzes, deelde eerder updates over zijn bijzondere relatie met zijn eerste pop, Margot. Tijdens een periode waarin Margot werd gerepareerd, onderzocht de bodybuilder andere poppen en later kondigde hij zijn scheiding van Margot aan en introduceerde hij zijn nieuwe metgezel Lola. Terwijl hij de fysieke kenmerken van Lola beschreef, verklaarde hij dat ze het hoofd van een vrouw heeft en het lichaam van een kip. Nummer 15. Bruiloften zouden een van de gelukkigste dagen van je leven moeten zijn, toch? Zelfs als het niet volgens plan verloopt. Maar de vrouw in deze video lijkt tijdens haar trouwerij te veranderen in een volledige demon, wat iedereen de stuip op het lijf joeg. Helaas zijn er weinig verklaringen voor wat er is gebeurd. Het ene moment zitten de bruid en de bruidegom klaar om de officiële rituelen van hun bruiloft te ondergaan, wanneer de bruid zich plotseling gewelddadig terugtrekt. Beangstigend genoeg trekt ze zich niet terug voor een mens om haar heen. In plaats daarvan beweegt ze weg en lijkt ze doodsbang te zijn voor iets hoog boven haar. Haar ogen zijn nog verontrustender en zien eruit alsof ze bezeten is. We zouden zelfs kunnen zeggen dat haar onmenselijke ogen er ronduit demonisch uitzien. Wat er vervolgens gebeurt is dat ze op de grond valt of bijna zichzelf ernaartoe gooit in een poging om weg te komen van wat hij zojuist heeft bang gemaakt. Als jouw bruid plotseling zo zou handelen, zou je dan doorgaan met de bruiloft of zou je het gezien houden en naar huis gaan? Nummer 14. In een verbazingwekkende zaak van bedrog en fraude manipuleerde Giovanni Vigiletto talloze vrouwen en slaagde erin een verbazingwekkende record van 105 bigamitische huwelijken te sluiten van 1949 tot 1981. Opererend onder verschillende valse identiteiten verborg hij met succes zijn meerdere huwelijken, waaronder zijn nietsvermoedende vrouwen volledig onbewust bleven van elkaars bestaan. Gedurende zijn illegale activiteiten trouwde hij met vrouwen in 22 verschillende staten binnen de Verenigde Staten en 14 andere landen. Hij ontmoette zijn potentiële vrouwen vaak op vlooienmarkten en deed vaak meteen een aanzoek. Vervolgens overtuigde hij zijn doelwitten ervan dat hij in een verre locatie woonde en haalde hen over om daarheen te verhuizen om bij hem te zijn. Maar nadat de vrouwen hun spullen hadden ingepakt en klaar waren om te verhuizen, vervoerde hij oneerlijk hun bezittingen in een verhuiswagen en beloofde hen later contact op te nemen. Dit deed hij echter nooit. Giovanni's geluk raakte uiteindelijk op toen Sharon Clark, een moedige manager van een vlooienmarkt uit Indiana, en een van zijn slachtoffers zelf de touwtjes in handen nam nadat hij $49.000 van haar had gestolen. In 1983 kreeg Giovanni een welverdiende straf van 34 jaar gevangenisstraf. Nummer 13. Sophie Tanner is een 37-jarige inwoner van Brighton, Engeland en begon in 2015 aan een reis van zelf trouwen. Sophie nam de bewuste beslissing om een solo levensstijl te omarmen en zich te verbinden met zichzelf door middel van een huwelijk. Deze unieke unie nam echter een onverwachte wending iets meer dan 2 jaar later toen ze zichzelf pijn deed door een relatie aan te gaan buiten haar zelfhuwelijk. Haar romantische betrokkenheid vond plaats met Rorari Barrett, een man die actief meerdere intieme relaties najoeg. Ondanks haar zelfhuwelijk benadrukte Sophie tijdens een ontbijt-tv-interview dat haar beslissing om met zichzelf te trouwen haar niet weerhield van het verkennen van relaties met anderen. Ze verduidelijkte dat deze keuze geen afwijzing was van alle betekenisvolle verbindingen, maar eerder een manier om giftige en ongezonde relaties af te wijzen.
Helaas was het juist dit aspect dat leidde tot het uiteenvallen van de relatie van Sophie met Rorari. Zijn betrokkenheid bij meerdere partners leidde uiteindelijk tot hun scheiding na slechts 6 maanden. Terugkijkend op de ervaring besefte Sophie dat haar verbinding met Rorari ontrouw aan zichzelf was geweest, omdat ze geloofde dat ze een partner verdiende die haar stellige huwelijk zou respecteren en eren. Nummer 12. Stel je de onverwachte en griezelige verrassing voor van het ontdekken van een clown met een mes in de hand op de achtergrond van je trouwfoto. Dit overkwam Vincent en Amanda Alexander, een stel uit Texas, ongeveer een volledig jaar nadat de ceremonie had plaatsgevonden. Ze hadden beide verschillende meningen als het ging om clowns. Vincent had een zwak voor hen, terwijl Amanda weigerde een clown op haar bruiloft op te nemen. Uiteindelijk stemden ze ermee in dat als Vincent echt een clown wilde, hij er een kon hebben. Dus bedacht hij een plan. Vincent riep de hulp in van zijn broer Matt, die een clownskostuum aantrok, een mes vasthield en stiekem op de achtergrond verscheen tijdens een paar foto's na de ceremonie. Amanda was zich echter volledig onbewust van deze ondeugende toevoeging tot een jaar later, toen Vincent haar de foto cadeau deed op hun eerste jubileum. Een ander stel, genaamd Kelly en Rick DeLong uit Anaheim, begon een opmerkelijke viering van hun liefde door een gelofte een jaar na een formele huwelijksceremonie te vernieuwen. Deze keer kreeg hun vernieuwing echter een speelse wending toen ze zich omringd vonden door een groep van 350 clowns. Gehuld in levendige en speelse kledij omarmden Kelly en Rick volledig het clownthema voor een vernieuwing van de gelofte. Kelly met haar gezicht bedekt met een laag witte verf en Rick met een hoge hoed. Beide hadden ze ook rode neuzen. Nummer 11. In een poging om haar huisbaas ervan te weerhouden haar geliefde kat op te eisen, heeft een vrouw een onconventionele stap genomen door met haar harige metgezel te trouwen in een burgerlijke ceremonie. Deborah Hodge, een 49-jarige alleenstaande moeder, heeft het hartzeer gehad van het herplaatsen van 3 dieren in het verleden vanwege het strenge huisdierenbeleid opgelegd door haar huisbazen. Nu, vrezend voor hetzelfde lot voor haar 5-jarige kat India, besloot Deborah haar onwankelijke toewijding te tonen door gelofte uit te wisselen met haar kattenmaatje. Deborah liep samen met India het gangpad af, die was getooid in een gouden outfit. De ceremonie, uitgevoerd door een wettelijk bevoegde vriend, vond plaats in een park in Zuidoost-Londen. Deborah's vrienden waren aanwezig om de unieke verbintenis te getuigen, terwijl India haar eigen bijdrage leverde door te miauwen tijdens de gelofte. De vrouw benadrukte dat India een integraal onderdeel was van haar leven op de tweede plaats na haar kinderen. Door met haar kat te trouwen wilde Deborah toekomstige huisbazen duidelijk maken dat ze een onafscheidelijk duo waren en onder geen enkele omstandigheid van elkaar konden worden gescheiden. Helaas verloor India een poot bij een auto-ongeluk in 2020, maar gelukkig versterkt dit de band tussen haar en haar harige metgezel nog meer. Nummer 10. Herinner je je al die gezellige winteravonden en ochtenden waarin je gewoon wilde knuffelen met je kussen? Omdraaien naar de koude kant van het kussen en hoe hemels dat voelde? Wat als we je zouden vertellen dat iemand zijn liefde en genegenheid voor een kussen naar het volgende niveau heeft getild? Een Koreaanse man, genaamd Lee Jin-kyu, was 28 jaar oud toen hij zijn levenspartner ontmoette, een levensgroot lichaamskussen. Daarvoor beschouwde hij het kussen als zijn vriendin. Het is echter niet zomaar een kussen. Naast zijn lengte heeft het een afbeelding van Fate Testarossa, een vrouwelijk personage uit de anime-serie Mahou Shoujo Lyrical Nanoa. Deze vreemde bruiloft werd echter voltrokken door een plaatselijke priester. Op de trouwfoto's is te zien hoe Lee knuffelt met het kussen. Andere foto's tonen hem terwijl hij het kussen meeneemt om met hem mee te rijden in pretparkattracties en als hij het mee uit eten neemt in restaurants. Nummer 9. Linda Ducharme, een 55-jarige vrouw uit Florida, heeft gezelschap en een huwelijk gevonden met een reuzenrat genaamd Bruce. Linda identificeert zich als iemand met objectumseksualiteit, een aandoening waarbij individuen romantische en emotionele banden ontwikkelen met levenloze objecten. Haar unieke reis begon in 1982 toen ze voor het eerst de skydiverrit ontmoette die ze Bruce had genoemd. Terugkijkend op haar eerste ontmoeting met de skydiverrit beschrijft Linda dat ze buiten adem was en haar diep verbonden voelde. Haar ultieme aspiratie is om de rest van haar leven met Bruce oud te worden. Ze nam spontaan de beslissing om bij het carnaval te gaan werken om dichter bij hem te zijn. In 1986 raakte het reuzenrad echter beschadigd tijdens een storm. Ze verloren contact om elkaar pas jaren later weer te vinden toen ze hem ontdekten op een schroothoop in Kansas.
In een ceremonie geleid door een niet-kerkelijke predikant wisselden Linda en Bruce gelofte uit en trouwden in Florida. Voorafgaand aan een relatie met Bruce had Linda ook een liefde ervaren voor een vliegtuig. Nummer 8. Brianna en Brittany, identieke tweelingen van 35 jaar oud, trouwden met identieke tweelingen Josh en Jeremy Sawyers, 37 jaar oud, en kregen ook nog eens identieke kinderen. Hoe ongelooflijk klinkt dit, nietwaar? De genetische gelijkenis van hun baby's is zo opvallend dat de neven zich meer voelen als broers. Omdat identieke tweelingen hetzelfde DNA delen, worden de nakomelingen van twee paar identieke tweelingen juridisch geclassificeerd als neven. Genetisch gezien lijken ze echter meer op broers en zussen. De zussen onthulden dat ze de mogelijkheid van zo'n unieke situatie hadden besproken en hoopten op een overlappende zwangerschappen. Het liefdesverhaal van de stellen begon op het Twins Day Festival in Twinsburg, Ohio in 2018, waar ze hun gelofte uitwisselden. Brittany en Brianna hadden Joshua en Jeremy het jaar ervoor ontmoet op het festival. Om een buitengewone band te vieren, creëerden de stellen een gezamenlijke Instagram-pagina waar ze het fascinerende wetenschappelijke feit deelden naast een schattige foto van een jonge jongen zij aan zij. Nummer 7. Carol Santafe, een 45-jarige vrouw uit San Diego, Californië, heeft een diepe emotionele band ontwikkeld met het Santa Fe treinstation die maar liefst 36 jaar heeft geduurd. Ze beschrijft haar band met het treinstation als een vorm van liefde en aantrekkingskracht, vergelijkbaar met biseksualiteit. Ondanks dat het geen juridische betekenis heeft, trouwde Carol met het treinstation in 2015. Carol maakte dagelijks een busreis van 45 minuten naar het treinstation om tijd door te brengen met haar geliefde structuur. Ze noemt het treinstation liefkozend Dahydra en onthult dat hun relatie begon in 2011, hoewel haar liefde voor het station al in haar kindertijd was opgebloeid. Terugblikkend op hun unie herinnert ze zich met genegenheid de dag van hun huwelijk toen ze voor het station stond en haar partnerschap ermee verklaarde. Hoewel een verbinding niet fysiek is in de traditionele zin, vindt Carol troost door contact te houden met het station via haar kleding. Ze beschrijft deze handeling als een manier om het treinstation aan te raken en te omarmen. Carol beweert ook stellig dat haar aantrekkingskracht tot levenloze objecten haar niet gek maakt. Wat vind jij hiervan? Nummer 6. De eerste ruimtebruiloft maakte geschiedenis toen Ekaterina Dmitriev haar gelofte uitwisselde met haar man, de Russische cosmonaut Yuri Malachenko, die zich in het internationale ruimtestation bevond. De unieke ceremonie vond plaats via een videoverbinding waarbij Ekaterina op de grond in Texas stond en Yuri boven haar zweefde in de ruimte. Toen het ruimtestation weer in het zonlicht kwam, liep Ekaterina naar het altaar op een nummer van David Bowie. Het idee voor het ruimtehuwelijk ontstond toen de tijd van Yuri op het ruimtestation werd verlengd. De ceremonie, oorspronkelijk bedoeld voor 200 gasten, werd uiteindelijk een uniek evenement met een levensgroot kartonnen figuur van Yuri en Edward Liu, een andere astronaut in het ISS, als getuige. Nummer 5. De relatie tussen Woody Allen en zijn geadopteerde dochter Soon-Yi Previn heeft aanzienlijke controverse en publieke aandacht gekregen. Soon-Yi Previn is de geadopteerde dochter van Mia Farrow en haar voormalige echtgenoot dirigent André Previn. Woody Allen en Mia Farrow begonnen te daten in 1980 en Soon-Yi was destijds ongeveer 10 jaar oud. Naarmate de jaren verstreken ontwikkelde de relatie tussen Woody Allen en Soon-Yi zich, waarbij Soon-Yi vaak het appartement van Allen bezocht. Sommigen hebben Woody Allen beschuldigd van het beïnvloeden van Soon-Yi en beweren dat hun relatie begon toen ze minderjarig was. Woody Allen heeft echter altijd volgehouden dat een romantische betrokkenheid begon toen Soon-Yi ongeveer 19 jaar oud was. Nummer 4. Een koppel dat een passie voor diepzeeduiken deelt, vierde onlangs hun huwelijk onder water in het Bear Grylls Adventure Center. Lisa en Christopher Jackson uit South Normanton in Derbyshire gaven elkaar het jawoord in het 864.000 liter tropische oceanarium. Geïnspireerd door een aflevering van Don't Tell the Bride met een bruiloft in een aquarium, beschreef Lisa de dag als zo bijzonder. De beslissing van het stel om onder water te trouwen kwam voort uit een gedeelde liefde voor diepzeeduiken dat ze samen begonnen. Oorspronkelijk van plan om te trouwen op Cyprus pasten ze hun plannen aan vanwege reisbeperkingen veroorzaakt door C-19. Na het uitwisselen van de gelofte werd visvoer in de tank gespoten, wat een magisch moment creëerde toen de vissen neerdaalden als confetti. De bruiloft werd ook bijgewoond door 8 gasten en een scala aan zeedieren, waaronder blacktip rifhaaien, kogelvissen en pijlstaartroggen.
Lisa had ook meerdere jurken voor de gelegenheid, waaronder een speciaal ontworpen jurk voor het onderwatersegment, terwijl haar man verschillende pakken had. Nummer 3. Jozef Guizzo's ongebruikelijke bruiloftsceremonie in het Laurel Bank Park in Toowoomba haalde wereldwijd het nieuws toen hij met zijn geliefde Labrador Honey trouwde. Het evenement werd bijgewoond door 30 vrienden en familieleden en was een unieke en onverwachte viering van liefde en gezelschap. Jozef uitte in zijn gelofte zijn diepe genegenheid voor Honey en beschreef haar als zijn beste vriendin die elke dag beter maakt. Ondanks dat hij zichzelf omschrijft als een religieuze man, benadrukte hij tegenover de bruiloftgasten dat de relatie met Honey puur platonisch was en eventuele misvattingen over de aard van hun band uit de weg ruimde. Honey, gekleed in een witte cape voor haar speciale dag, werd 5 jaar eerder geadopteerd door Jozef toen ze nog maar een puppy was. Het besluit om een bruiloftsceremonie met Honey te houden ontstond tijdens een wandeling door het Laurel Bank Park, waar Jozef geïnspireerd werd door een andere bruiloft die daar plaatsvond. Dit huwelijk gaf een nieuwe betekenis aan de uitdrukking dat honden de beste vriend van de mens zijn, maar blijkbaar kunnen ze ook echtgenoten zijn. Nummer 2. De 20-jarige inwoner van Oklahoma, Felicity Cadillac, haalde de krantenkoppen door te trouwen met een pop waarvan ze beweerde dat die al jarenlang haar wereld was. Ze spaarde kosten nog moeite en gaf bijna $400 uit aan de bruiloft van haar dromen die plaatsvond in aanwezigheid van 4 getuigen en 8 poppen. Haar bruidegom was een zombiepop genaamd Kelly Rossi, een cadeau van haar vader die gekleed was in een pak. Ze deelde ook haar perspectief op het uiterlijk van Kelly, waarbij ze uitdrukte dat ze een diep gevoel van liefde en geluk van haar voelde sinds ze getrouwd waren. Felicity vermeldde ook dat ze een oprechte verbinding voelt tijdens intieme momenten met Kelly en troost en veiligheid in hun relatie vindt. Terwijl sommige mensen misschien geen probleem hebben met haar keuze, kunnen anderen, bijvoorbeeld activisten, de situatie zorgwekkend vinden. De onconventionele aard van het huwelijk van Felicity met haar pop heeft een breed scala aan reacties teweeggebracht, van nieuwsgierigheid tot bezorgdheid. Dit heeft discussies aangewakkerd over de grenzen van menselijke relaties met levenloze objecten en de emotionele complexiteiten die erbij komen kijken. Nummer 1. Het is nooit te laat om ja te zeggen, zoals bewezen door de opmerkelijke verhalen van enkele van de oudste bruiden en bruidegoms in de geschiedenis. Een van die bruiden was Minnie Munro, een Australische vrouw die de geschiedenis schreef als de oudste bruid op de leeftijd van 102 jaar toen ze trouwde met Dudley Reed, die 19 jaar jonger was dan zij. Dit deden ze op 31 mei 1991 in Point Clair, New South Wales. Minnie's recordhuwelijk overtrof dat van Winifred Clark uit het Verenigd Koninkrijk, die op de dag voor haar 100ste verjaardag in 1971 trouwde met de 80-jarige Albert Smith in St. Hugh's Church in Kentley, South Yorkshire. Aan de andere kant van het gangpad was de oudste bruidegom die ooit in het huwelijksbootje stapte, Harry Stevens, die op de respectabele leeftijd van 103 ja zei. Zijn bruid, Thelma Lucas, was 84 en hun huwelijk vond plaats in Carrafilia Retirement Home in Wisconsin op 3 december 1984. Voor Harry hield George de titel van de oudste bruidegom in de geschiedenis toen hij op 10 maart 1995 op de leeftijd van 102 trouwde met de 53-jarige Julie Robinson uit het Verenigd Koninkrijk. Zou jij later willen trouwen en hoe ziet jouw trouwerij eruit? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.